Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer de Sword & Shield Crown Tundra video. We zijn bezig met het beste en het grootste toernooi ooit in de geschiedenis van Galar. En dit zijn duo battles en ik battle samen met Marnie en wij hebben Milo en Nessa dus al verslagen. En nu moeten we tegen Melanie en Alistair. En Melanie kan al mijn Flying-type Pokémon allemaal nakken. Dus we moeten eerst maar eens met Urshifu al haar ijs-Pokémon gaan slopen. Het toernooi gaat door. Nu, ronde 2. Rick en Marnie tegen Melanie en Alistair. Melanie zegt, kijk eens tegen wie we moeten battelen. De kampioen. Maar voel je niet rot als wij van je winnen. En Alistair zegt, ik ben niet zo goed met multi-battles. Ja, Alistair houdt gewoon niet van mensen. Melanie zegt, Alistair, niet zo zeuren. Nu moeten we echt even onze rug rechten. Kom op. En hij gaat zijn best doen. En Marnie zegt, ja, maar ik kan het wel fixen tegen ghost-types. Laat dat maar aan mij over, Rick. Oké, als jij die ghost-types allemaal pakt, dan pak ik even die ijstypes, hopelijk. Melanie en Alistair, let's go. Mr. Rhyme en Duskmoir. Tegen Urshifu. Ja, ja. En Morpeko natuurlijk weer. En Melanie zegt, ja, wat is nou een beter team dan ijs- en ghost-types samen? Ja, ik heb geen idee. Maar ik ga wel je ijs-Pokémon zo snel mogelijk proberen te slopen. Ironhead tegen Mr. Rhyme. We slopen hem niet in één keer. Hij overleeft het. Morpeko doet Aura View tegen Duskmoir. En dus leven allebei die twee Pokémon nog. Mr. Rhyme die is flinched. En Duskmoir doet Ice Punch op Morpeko. En die wordt nu angry. Nou, wel lekker dat we die Mr. Rhyme even hebben kunnen flinchen. Oh! Duskmoir is gesloopt door Morpeko. Die zijn speed ook nog eens boost. En ik denk dat Mr. Rhyme er sowieso ook aan gaat, jongens. Moltres en Urshifu gaan een level omhoog. En wij doen Iron Head op Mr. Rhyme. Kabliggy blam. Dikke doei. Mazzel. Ah, oké. Dit gaat voorspoedig, jongens. Dit gaat lekker. Zapdos een leveltje omhoog naar 71. En dan komen ze nu met Darmanitan. En met Cursola. Ik ga gewoon alvast Dynamaxen. Let's do this. Laten we even de big ass Urshifu gaan roepen, jongen. Hoppakee, daar is die. Wat een baas is het ook eigenlijk, hè? Ja, en Morpeko, die is alleen nog wel gewoon sneller. Oh, Morpeko gaat ook voor Darmanitan. Nee, joh. Had lekker voor die Cursola gegaan, man. Ik bedoel, ik had die Darmanitan waarschijnlijk wel uitgeschakeld met deze Max Knuckle. Dat denk ik niet echt een probleempje geweest. Nou, Darmanitan is kapot. De attack van ons allebei is geboost. Dus ook die van Morpeko. Dat is wel nice. En Cursola doet Hex op mij. En Melanie zegt, ja, wees klaar, wees klaar. Hier is mijn laatste Pokémon. Dit is Lapras. En ook op Lapras gaan we straks eventjes diezelfde aanval doen. Kijk, hoppakee. Jij kan Cursola gewoon in één keer kapot maken, jongen. Lekker gedaan, Morpeko. We hebben nu wel een lekker teampie. We zijn elkaar aan het boosten. Zijn speed is geboost. Alle attack is geboost. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Articuno en Calyrex een leveltje omhoog. En Calyrex is al level 83. Nou, daar komt hij, jongens. Max Knuckle. Op Lapras. En Lapras is helemaal Gunnas. Helemaal weg. En allebei onze attack gaat weer omhoog. Ja, dit is wel sick. Dit gaat wel hard, Melanie en Alistair. Ik wil niet veel zeggen, maar dit gaat wel hard. Eigenlijk zou het wel eerlijker zijn als ik ook maar 3 Pokémon mee mocht nemen. Want ik mag er natuurlijk 6 mee nemen, terwijl de rest allemaal maar 3 bij zich heeft. Dat is wel een beetje gaar. En daar is Gengar. Aura View op zijn bakkes. Ik ben benieuwd, hoor. Kijk, die Gengar die wordt gewoon gelijk kapot gemaakt. Die Morpeko is zo overpowered. Nu zijn attack ook helemaal geboost is. Hij maakt iedereen verrot. Ja, dit was het al. Ze hebben geen eens kunnen Dynamaxen. Het is gewoon in één keer klaar. Sorry Melanie, sorry Alistair. Maar ja, hallo. Ja, dan moet je maar beter je best doen. Alistair zegt, de laatste wedstrijd, de finale, dat zal geen probleem voor je zijn, Rick. Ik weet dat jij gaat winnen. Nou, dit ging inderdaad wel goed. En Peony en Kaboo, die hebben verloren van Pierce en Ryan. Dus Marnie moet nu tegen Pierce. Dat is wel sick. Ja hoor, dit is de finale. Rick en Marnie tegen Pierce en Ryan. En ik moet wel zeggen, dit wordt wel een lastige. Want ik heb helemaal niks wat super effective is tegen draak-Pokémon. En ik kan dan wel Urshifu gaan gebruiken voor Pierce natuurlijk. Ah, ik ben benieuwd. Pierce zegt, Rick en Marnie, hey, dat wordt een lastig duo om te battelen. Marnie zegt, ik heb gewacht op de kans om jou te laten zien wie de sterkste is van de gymleaders, bro. Nu kan ik dat zelf gaan doen. En Pierce zegt, ja, ik weet hoe sterk je bent geworden. Maar ik ben nog steeds je grote broer. Oh, snap. Ga je weer zingen? Hij gaat weer een optreden geven. En Ryan die zegt, ik hoopte echt
voor een kans dat ik Leon kan verslaan. Maar het maakt niet uit als ik die kans mis, als ik nu deze twee kan verslaan. Marty zegt, hou je niet in, Rick. Jij en ik gaan hier vast winnen. En Marty zegt ook nog dat ze mij vertrouwt. Ik vertrouw je ook, Marty. Wij zijn een dope-ass team, jongen. Maar wij kunnen dit. Oké, Ryan. Oké, Pierce. Here we go. De finale. Pierce gooit Skunky-Tanky eruit. En daar hebben we ook Flygon. Oké, Urshifu en Morpeko. Dark en Draak. Oh, hij zit weer. Hij zit inderdaad een liedje te verzinnen. Ryan zegt, blijf maar zingen. Wij gaan dit fixen. Ja, dit is wel een lekker duootje hoor, samen. Wat een bazen. Ja, eigenlijk moet ik gewoon onze aanval weer gaan boosten. Ik ga gewoon weer gelijk Dynamaxen, jongen. Ik zie het wel. Ik ga gelijk Dynamaxen en dan kaart onze aanval boosten. Hopen dat Morpeko het ook allemaal een klein beetje overleeft. Let's go, Urshifu. Raar. Maar Morpeko was wel de hele tijd sneller dan Urshifu, hè? Dat was echt bizar. Nu niet, want nu zijn wij nog even sneller met Max Knuckle. Maar hij gaat straks waarschijnlijk zijn speed boosten. Skuntank is voor 2/3 kapot. Allebei onze aanval wordt nu geboost. En Flygon doet even Sandstorm. Oké, dat is oké. Dat is niet heel erg. Alhoewel die daar waarschijnlijk wel zelf sterker van wordt op den duur. Morpeko doet Aura Wheel op. Op wie? Op Skuntank. En dan is Skuntank kapot. Lekker. Morpeko is sneller geworden. Dat is ook chill. Dat is Pokémon 1 die down is. Urshifu gaat naar level 79. En we worden wel even geraakt door de Sandstorm. Ja, oké. Daar is dan Obstagoon. En ja, daar ben ik natuurlijk super effective op. En met al een gebooste aanval, ja, wordt dit wel een easy target, die Obstagoon. Morpeko doet even helpen, maar zijn aanval is niet heel erg effectief. Mijn Max Knuckle natuurlijk wel. En daar gaan we. Oh, snap. Obstagoon. Boep, boep, boep. Wegwezen. Ja, en die aanval de hele tijd boosten met deze move, dat is natuurlijk echt super chill. Flygon doet nu Earthquake. Morpeko is kapot. Oh nee. Morpeko is helemaal weg. Gelukkig kan ik het wel aardig hebben. En daar hebben we Scrafty van Marnie. En Pierce. Wie gaat Pierce gebruiken? Pierce zegt, ik heb nog één nummertje voor je. Hier komt ie. Ja! Toxtricity. Oh, wat vet. De blauwe versie. Ik schakel even over naar Flygon. Ik ga even Flygon aanvallen met Max Knuckle. Hoppakee. Ja, mijn aanval is nu zo geboost. Ik maak iedereen kapot, jongen. Ik maak iedereen kapot. En ik boost Scrafty ook nog even. Doei, Flygon. Ik was al klaar met je, Flygon. Moltres gaat naar level 72. En Toxtricity gaat lekker overdriven. Oeh, dat is wel super effective op mij. Oké. Scrafty doet Ice Punch. Hopelijk bevriest hij hem. Ah, hij bevriest hem niet. Dat is jammer. Maar misschien kunnen we hem gewoon in de volgende beurt pakken. Daar komt een Goodra aan. En tot zover mijn Dynamax beurt. Ik ga eens even kijken of ik die Toxtricity kan slopen. Want die moet niet nog een keer een aanval op mij doen. Want dan is het klaar. Hoppakee. Surging Strikes. Oh. Zo doen we dat. Oh my gosh. Wat is Urshifu toch eigenlijk een baas, hè? Goodra doet nu Thunder. En op wie ga je dat doen? Oké, op mij. Ja, dan is het wel aardig klaar met mij. Dat kan Urshifu niet hebben met zijn watertype. Scrafty doet Crunch om hem even terug te pakken. Oké, dit is lekker. Dit is goed. Ja, en dan kies ik nu natuurlijk voor de opperbaas Moltres. Fiery Red! Ik heb hem niet eens down. Nee, joh! Nee! Doe dit mij niet aan! Ik overleef het gelukkig wel, maar ik had echt gedacht dat dit wel genoeg zou zijn. Oké, GG, Goodra. Goed gedaan. Op zich had je Ice Punch wel eerder mogen doen, Marnie, op Goodra om het te slopen. Had ik niet heel erg gevonden. Oké, de Zandstorm is eindelijk weg, jongens. Volgens mij vraag je al nog één Pokémon. Ja, en die gaat die waarschijnlijk naar Gigantamaxen. Is dat inderdaad? Ja, dat is inderdaad Duraludon. Daar gaat die Gigantamax Duraludon. Even een selfie maken natuurlijk. Weer die gekke Ryan. Wat een gebouwtje. Ik blijf dit een rare Pokémon vinden. Kan er niks aan doen. Ik doe even Sucker Punch. En Duraludon doet Max Knuckle. Dit gaat sowieso pijn doen. Maakt niet uit op wie die dit doet. Dit gaat sowieso pijn doen. Hij doet dat op Scrafty. Dat betekent dat Marnie nu ook 2 Pokémon kwijt is. Oef. En Marnie heeft nog een Grimmsnarltje over. Ja, dit wordt nog wel een lange adem, denk ik. Hij gaat weer bulk uppen, die Grimmsnarl. Die gaat zichzelf weer eerst sterker maken. Ja, dan hoop ik dat je niet genakt wordt, jongen. Durella doet het Max Rockfall. Ja, waarschijnlijk op mij. Dan is Moltres ook weg. Oh my gosh.
Oké, we gaan voor Zapdos. Max Rockfall gaat Zapdos pijn doen, maar misschien kan ik hem eerst raken. Want dan hebben we natuurlijk super effective moves. Ah nee, waarom is die Duraludon zoveel sneller? Het is gewoon een freaking gebouw. Waarom is die zoveel sneller? Dit is niet eerlijk. Ik vind het niet meer eerlijk. Grimmsnarl is ook gewoon weg, hè? Marnie heeft geen Pokémon meer over. En als het echt een 3 tegen 3 was, dan was het nu echt super spannend. Want dit is ook mijn derde Pokémon die ik gebruik natuurlijk. Oké, hij is in ieder geval niet meer gigantamaxed. Dat scheelt. Dus ik ga er een klein beetje van uit dat we deze misschien toch wel kunnen winnen. Hij doet nu Dragon Claw. Kijk eens. Ja. Een lastig hoor dit. Maar, oké, ook in de 3 versus 3 hadden we deze gewonnen. Echt op het randje hoor. Op het randje. Ryan en Pierce hebben het heel goed gedaan. Veel beter dan Melanie en Alistair. Woo! Maar toch pakken we deze jongen. Hij zegt ik heb keelpijn door het schreeuwen. Maar dat komt gewoon omdat dit zo'n toffe battle was. En Ryan, die zegt ik heb gevochten en verloren. Het is oké, maar ik zal blijven vechten tot de volgende keer. Ja. Pierce zegt nou dat is wat ik noem de kracht van de kampioen. Ga maar door, het publiek wacht op je. Jee, we hebben gewonnen. Marty en ik zijn de kampioen. En het publiek schreeuwt je was geweldig. Dankjewel jullie allebei. De nieuwe kampioen. Alle wedstrijden waren briljant. Lekker gedaan, Marnie. Leon die zegt, hoor je dat? De stemmen van Galar. De mensen die zijn zo enthousiast. Dit glorieuze toernooi heeft zoveel gebracht voor de mensen van Galar. Maar de tijd is voorbij. We hebben de duidelijke winnaars. Het is jammer dat we moeten stoppen, want het was gewoon heel erg. Oh, wacht even. Er gaat nog iets gebeuren. Het Galarian Sterrentoernooi zal doorgaan vanaf vandaag. En het publiek wordt helemaal lijp. Komen er meer wedstrijden? Dat is het beste nieuws wat we ooit hebben gehad. We kunnen zoveel toernooien hebben als we willen, zegt hij. En als je wil, kan je met dezelfde partner battelen. Maar je kan ook wat anders gaan proberen. Al de sterke trainers van Galar. Die komen hier samen. En de volgende keer doen we dit gewoon nog een keer. Nou, tof hoor, Leon. Dat heb je goed geregeld. Tot de volgende keer, man. Later! Ja, en zijn band is er ook weer klaar voor, hoor. Nice. Super cool. Dat was hem weer voor deze video, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor elke dag toffe Nintendo Switch video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rikkitu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!